Het is 9:15. Het is weer tijd voor muziek en romantiek. Want het is tijd voor Bluff namelijk. En de nieuwe single is daar. Nou heeft op zich Peter de tekst geschreven, Vallende Engel. En Pascal zit hier tegenover mij. Ja. Maar ik zat te denken, eigenlijk ben jij ook een soort vallende engel. Hoezo dan? Nou, vroeger was jij een soort engel in de zin van dat je dan mensen hielp. En toen ineens besloot je dat jij het veel leuker vond om gewoon maar een beetje stom liedjes te gaan zingen. Ja. Nou, ik heb er ook wel last van gehad een tijdje. Dat ik me een beetje dat ik in de zorg heb gezeten. Ja, bedoel je. Ja, precies. Ja, ik heb daar ook nog best wel vaak over nagedacht. En nog steeds moet ik nog wel eens, heb ik daar herinneringen aan. Dat ik denk, ja, er waren toch jongens in zo'n groep waar ik gewoon 6-7 jaar lang voor gezorgd heb. En eigenlijk heb ik dan nog wel eens een soort van spijt van dat ik dat helemaal heb losgelaten. Ja. Dus je hebt wel de vinger op de zere plek. Maar dat is wel een beetje waar. Ja, ja, dat is wel waar. Want het ging op een gegeven moment best snel. Het is overigens wel heel typerend voor de zorg, hè? Dus zo'n situatie als deze. Dus ik heb 7 jaar voor kinderen in een groep gewerkt. Ja. En uiteindelijk heb ik toch van het een op het andere moment heb ik afscheid genomen. Ben ik voor mijn carrière gegaan. En waarom is dat tekenend voor de zorg dan? Nou, het is bijna altijd de slechtste optie om een kind in een internaat te op een internaat te doen. Ja. Jammer genoeg niet altijd de slechtste optie. Maar soms kan het echt niet anders. Soms kan het echt niet anders. Maar ja, als er op een of andere manier nog een band of een opvoeding mogelijk is bij ouders, is het toch altijd het beste. Maar je bent er echt nog mee bezig. Ja. Heel goed. Ja. Want op een gegeven moment besloot jij gewoon om in mijn bandje te gaan. En met Peter en zijn meerdere bandjes had voortgebloed. En toen moest je daar stoppen. Ja. Ik heb iemand gevonden en die vindt het nog steeds eigenlijk best bij de hand dat jij destijds zijn videorecorder moest gebruiken voor een van de allereerste optredens van Bluff op televisie. Oh ja, joh. Ja, je kent hem echt niet meer. Ja, hij gaat de kraak echt hier gewoon. Het is Ronald Meelaert. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Je hebt niet zo heel lang met Pascal gewerkt, maar wel even, begreep ik, hè? Ik heb inderdaad een hele korte periode met Pascal gewerkt. Dat was aan het einde bij de stuw. Oh ja, ja. En toen kwam Pascal op een goede dag kwam die binnen. En toen kwam hij eigenlijk best wel binnen zo van, ja, Ronald, ik heb een optreden gehad. Mijn eerste televisieoptreden. En ik heb allemaal aanwijzingen gekregen. En zou ik alsjeblieft gebruik mogen maken van de videorecorder? Ja, en als je het dan over zorg hebt, dan dat doe je dan maar. Heb je structuur en regelmaat. En ja, dan mag eigenlijk de tv of de videorecorder niet aan natuurlijk. Maar ja, hebben we het toch uiteindelijk maar gedaan. Uitzondering op de regel. Ja. Uitzondering op de regel, hè. Dat is een bevestiging van de regel eigenlijk. En ik vond het toen heel erg. De zorg lullen ze allemaal zoveel nog, Giel. Ja, het is, ik vind het wel mooi. Ja. Goeiedag trouwens, hoor. Daar zijn we heel goed in, Giel. Ja. Echt waar. Nee, dat is me duidelijk. Maar wat ik me afvraag, Ronald, want is dat gewoon nog echt het verhaal van jullie daarbij, de AZZ, zo van, hey, Pascal van Bluff heeft hier ooit gewerkt? Ja, ik weet wel dat een aantal mensen inderdaad zoiets hebben van, van de stichting AZZ, zo van, Pascal van Bluff heeft inderdaad hier gewerkt. Het wordt ook wel eens soms tegen jongeren benoemd. Kijk, zo van, het kan ook nog goed komen. Ja, nou ja, dat vinden sommige mensen ook wel interessant. Wat vind jij van Bluff, Ronald? Ik vind sommige nummers daarvan vind ik leuk, maar niet alles. Jezus. Nou. Zo jammer. Ook lekker dan. Maar zo zijn we natuurlijk ook in de zorg, Giel. We ik zijn rij in een tunnel in, zeg. Ja. Hey, wat ik wel heel tof vond, is dat ik die periode, dat ik wil ook nog wel over die stichting zeggen waar ik voor gewerkt heb toen. Ik had een 0-uren contract, dus ik werkte alleen als het mij uitkwam en dat was oké. En ze wisten daar ook dat ik wel ambities had om met die muziek wat te doen. En op het moment dat losging, hebben ze me ook echt wel gegund. Dat vond ik wel heel gaaf. Ah, dat is mooi. Dat is mooi. Ronald, zet je radio aan, want ik denk dat Bluff nu een nummer gaat doen wat je me mooi gaat vinden. Kijk, zou je zeggen dat ik een klootzak ben of zo? Nee, nee, niet die. Jammer zeg. Dus ze doen er eentje van het nieuwe album, dat heet Oktober. En dit wordt de nieuwe single, Vallende Engel.